In 2010 begonnen de Amsterdammers Saïd Ben Salam en Lodi van den Kamp hun samenwerking als duo. De een met een Marokkaanse, de ander met een Joodse achtergrond. Ze gingen in gesprek met jongeren over discriminatie, racisme en beeldvorming en ontwikkelden de Saïd en Lodi-methodiek. Het succes van de werkwijze heeft geresulteerd in het opleiden van meer duo-partners. Zij zijn bij verschillende gemeenten en onderwijsinstellingen aan het werk. Ze delen hun eigen levenslessen en gaan van daaruit met jongeren in gesprek. Wij kregen een vraag vanuit de middelbare school hier in Harderwijk, dat zij een klas hadden waar het best wel ingewikkeld was als het ging om verschillende culturen in de klas en het wederzijds begrip voor elkaars cultuur. En toen hebben wij nagedacht van wat zou daar nou een antwoord op kunnen zijn, wat ook vooral vanuit de klas zelf gaat komen. Wat we er heel erg mee bereiken, wat eigenlijk ook nu al zichtbaar is, is dat kinderen over muren heen kunnen kijken en dat ze worden uitgenodigd om uitstapjes te maken naar een andere wereld. Na de inleidende lessen vinden tijdens excursies actieve leersituaties plaats. Samen met de duo's bezoeken leerlingen bijvoorbeeld de politie, de brandweer, het Anne Frankhuis en een synagoge. In eerste instantie vond ik het best wel leuk en toen ging het maar meer naar interessant. En ik zou het ook eng vinden, want het is oorlog en je kan op elk moment ontdekt worden door de Duitsers. Ik denk dat deze methodiek niet alleen iets doet nu op dit moment in de klas, maar de leerlingen ook heel erg aan het denken zet over wie ben ik, op welke manier mag ik er zijn in deze samenleving en ben ik ook van toegevoegde waarde.